Wat leuk dat je weer komt kijken bij een nieuw filmpje van Renske Creatief. Nou, ik ga met jullie aan de slag voor het haken van een hangertje in de vorm van een hartje. Het is vandaag Valentijnsdag, maar het kan zomaar zijn dat als jij het kijkt dat het geen Valentijnsdag meer is. Maar het is een heel leuk hangertje om te maken en de basis is een granny. En ik ga met jullie lekker aan de slag. Nou, ik gebruik mijn Clover Amour haaknaald. In dit geval de 3,5, die is passend bij mijn garen. En we gaan starten met het maken van 4 lossen. Nou, we maken eerst een schuifknoop. Wil je dit stukje rustiger zien, kijk dan eventjes in een van mijn filmpjes waarin ik het rustiger uitleg. Een schuifknoop. We gaan 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. We sluiten hem met een halve vaste in de eerste lossen. Draadje even aan de achterkant halen. En nu heb je een heel klein ringetje. Nou, we starten met het maken van 2 lossen. Die tellen we even niet mee. We gaan nu 3 stokjes haken. 1, 2, 3. We maken 2 lossen. 1, 2 en weer 3 stokjes. En die maak je dus in de ring. 1, 2, 3. 2 lossen. Dat wordt het volgende hoekje. Weer 3 stokjes in de ring. 1. 2. 3. 2 lossen. En nog een keer 3 stokjes. 1. 2, 3. 3 lossen. Oh, nee, sorry. 2 lossen. Dan gaan we naar het eerste stokje toe. En daar maken we een halve vaste. En dan ziet hij er, als het goed is, zo uit. Nou, 2 lossen. En we keren. Nou, we gaan nu 3 stokjes haken. 1, 2, 3. 2 lossen. In hetzelfde gat nog een keer 3 stokjes. Twee, drie. Dus je hebt de hoek van 2 lossen, 3 stokjes. 1 lossen. We slaan die steken over en gaan naar de volgende hoek. En daar doen we eigenlijk hetzelfde. Dus 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes, 1 lossen. 3 stokjes, 2 lossen. In dezelfde opening 3 stokjes. 1 lossen. Gaan we weer naar de volgende. En je slaat dus elke keer de stokjes over. Je raakt alleen in de 2 losse boogjes. 2 lossen. 3 stokjes. 1 lossen, 3 stokjes, 2 lossen en in het volgende of in hetzelfde gaatje doen we weer 3 stokjes.
1 lossen en we sluiten hem in het eerste stokje met een halve vaste. En we keren weer. Nou, wat we nu gaan doen, is dat we, moet ik het goed zeggen? Ja, we gaan hier 3 lossen doen. In deze opening maken we nu 8 dubbele stokjes. Dus 2 keer omslaan en in de opening 8 dubbele stokjes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. In de opening, in de opening maken we een vaste. Nu heb je een half of iets meer als de helft van het hartje. Hier gaan we zo nog dubbele stokjes bij maken. Nou, we willen hem kunnen ophangen, dus we gaan een serie lossen maken. Zodat je een lusje krijgt, zodat je hem kan ophangen. Mogen er nog een paar bij. Dit kan je zo ver doen als dat je zelf mooi vindt. Nou, dan gaan we in die opening weer een vaste maken. Kijk, zie je? Dan heb je het lusje om hem straks op te hangen. Nu gaan we in deze opening 12 dubbele stokjes maken. Dus 2 keer omslaan. Een stokje. 2 keer omslaan. Dubbel stokje. 2 keer omslaan. Dit is 3. En ga ik te snel, zet hem gerust even op pauze, hè? Vier. Oh, zit ik goed te tellen? Twee, vier, vijf zit ik al. 6, 7. Acht. 9. En wordt het vol, schuif het dan gewoon een beetje op. 10. 11. 12. Nou, dan gaan we mooi het vleugeltje afmaken door een vaste in de opening te doen. Nu gaan we langs deze rand gaan we vaste haken. Gewoon in elke steek een vaste. En hier heb je de losse opening en daar doen we ook 1 vaste omheen. Weer 3 vaste. Hier heb je het onderste hoekje, daar gaan we 3 vaste in maken. Nou gaan we weer. 1, 2, 3. Om die lossen. 1 vaste. En weer vaste verder haken. Nu gaan we in deze hoekopening nog 1 vaste haken. En nu gaan we deze afmaken. Hier hadden we er 8 gedaan, dus er komen nog 4 dubbele stokjes bij. Die ga je gewoon in de opening erbij maken. 1. 2.
3. Dan zoek je het eerste dubbele stokje op, het losse negeren me. Daar ga je in. Haal je hem er doorheen. En nog een keer er doorheen, dan heb je een halve vaste. Je knipt je draad af. En je pakt een naaldje om de draadjes weg te werken. Nou, en heb je daar niet een heel erg schattig hartje, hangertje gemaakt. Die je kan ophangen. Gewoon... kan weggeven en een cadeautje kan doen. Nou ja, een stukje liefde verder geven. Ik vond het een leuk hartje om te maken. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Ga hem gerust lekker veel maken. Vind je dit een leuk filmpje? Deel hem gerust met je handwerkvriendinnen, zodat er nog meer hartjes kunnen komen. Op deze dag van de liefde, maar eigenlijk op alle dagen door het hele jaar. Ik wens je een hele fijne dag toe. En tot de volgende keer.